Hier om de hoek zijn alle kinderen al druk in de weer met pleisters en verbandjes. Onze eigen Ad heeft een beetje last van zijn schouder. Dus we gaan even naar binnen om een onderzoek te doen en kijken of we onze eigen Ad ook kunnen helpen. Goedemorgen, we zijn in het Beren Ziekenhuis in het CWZ in Nijmegen, georganiseerd door IFMC Nijmegen. En we gaan hier heel veel knuffels beter maken, samen met allerlei kleuters uit Nijmegen. Ja, want we hebben natuurlijk onze eigen knuffel Ad ook meegenomen. Ik denk dat hij een gebroken arm heeft. Wat gaan jullie dan daarmee doen? We kunnen eerst een foto maken om te kijken of hij echt een gebroken arm heeft. En daarna kunnen we naar de operatiekamer en eventueel nog medicijnen toedienen. Nou, zullen we dat maar even gaan doen dan? Ja. Wat is er met jouw knuffel aan de hand? Die heeft pijn. En waar heeft die pijn aan? Aan zijn knie. En hij is ziek. En waar heeft hij last van? Hij heeft overal pijn. Hij heeft hoofdpijn. Ik heb de oor al gehoord. En dan mag hem in het rekje zetten. En de bootje. En niks anders. We zijn bij de röntgenkamer. Wat gaan we doen? Je mag je knuffel hieronder leggen en dan gaan we een foto maken om te kijken of dat het armpje echt gebroken is. Helemaal goed. En dan mag je op deze knop drukken. En dan is de foto gemaakt. En dan kan je zien dat het armpje inderdaad gebroken is. Nou, we vinden het vooral heel erg belangrijk om de angst voor het ziekenhuis bij kinderen te verminderen. Want een ziekenhuis is heel spannend, al die witte jassen. Maar nu laten we zien van kijk, het ziekenhuis is soms ook best wel leuk. En er zijn allemaal lieve doktoren die je gewoon heel erg graag willen helpen. Nee, zeker. We zien echt wel, ook vooral kinderen die al dingen hebben meegemaakt, zien we dat ze gewoon hier heel gestrest, gespannen binnenkomen, want weer naar het ziekenhuis. En dan uiteindelijk komen ze helemaal blij en relaxed terug en hebben ze toch wel weer een mooie positieve ervaring meegegeven. Dus ik denk dat het zeker heel belangrijk is.